En dan nu. Hallo kijkers. Bekijk je de stad zoals een toerist door de stad wandelt, dan zie je ineens heel andere dingen. Je krijgt een nieuwe, frisse kijk op alles wat zo vanzelfsprekend lijkt. Zo ontdekte ik al een tijdje geleden de autokunst. Autokunst is een collectief proces op verschillende momenten met divers materiaal. Ik neem u mee op een korte rondleiding door de stad. Op het Kelfkensbos vinden we dit vierluik. Kijk, hier is de compositie van Opel Vectra met Audi en rubber. Hier hebben we een fraai twee kleuren samenspel van zo te zien Volvo en Toyota 306. Dit is een luchtige imprint van stadsbus met Volkswagen Golf. Of is dit nou de typische Hyundai? En tot slot hier een vrolijk klein spel van Kia, Porsche en Fiat Primo. Deze gratis expositie in de stad wordt vervolgd op de Weurtseweg. Daar staat een prachtige sculptuur van verzinkt staal en verwilderd groen. Let ook op het contrast in het lijnenspel tussen de drie verticale lijnen en de subtiel gekromde, koudgebogen buis. We lopen verder naar de Lange Hezelstraat. Daar vinden we deze collage van beton en hout. Een drietal varianten staan verspreid over deze gezellige winkelstraat. We gaan door op plein 44. Daar vinden we deze fraaie steendrukken. Dit is onmiskenbaar een volgeladen Cetra 202. Dit is overduidelijk een Scania met zand geweest. En hier een kraanwagen tweeluik dat u zeker gezien moet hebben als u in Nijmegen bent. Tot slot, als u omhoog loopt naar de Grote Markt, ziet u aan uw linkerhand deze verticale sculptuur zonder uithangbord. Zonder meer een echte Mercedes-Benz vrachtwagen met laadklep. Het gewaarde kleurcontrast met de omgeving is goed getroffen. Wilt u een uitgebreidere stadswandeling met begeleiding van ondergetekende? Bel of schrijf naar Jacques Splinter 06 1749 2824. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.